zijn hier in Kruidenstad druk bezig met het samen verduurzamen van woningen. De SAFE-projecten van eigen haard. Vandaag is een bijzondere dag, want er is een projectbezoek. En ik ga eens even een kijkje nemen. Kun je mij vertellen, waarom zijn eigenlijk deze SAFE-projecten zo belangrijk? Deze SAFE-projecten zijn belangrijk omdat we besparing teweeg brengen van gas en elektriciteit. Mm-hmm. Dit zorgt ervoor dat bewoners minder op hun gas verbruiken en elektriciteit verbruiken en ze wekken het ook zelf op. Dit project wordt ook elke woning voorzien van zonnepanelen en het schiet gewoon enorm in de portemonnee en het is goed voor me. Ja. Nou Rick. Wat hebben we vanochtend gedaan? We hebben vanochtend de Raad van Commissarissen ontvangen van woningstichting Eigen Haard. Hier op ons project 74 woningen in Kuddelstaart. En wat hebben we gedaan? We hebben ze rondgeleid? We hebben ze alles laten zien wat we hier doen. Tsavo, die het project begeleidt, die heeft verteld over het proces van verduurzamen. Vooral in het voortraject. En wij hebben ze meegenomen in de technieken die wij als Stakkamp Isolatie in huis hebben. Vindt Eigen Haard het zo belangrijk om woningen te verduurzamen? Waarom zijn de SAFE-projecten er? Vorige week is het concept klimaatakkoord gepresenteerd. En wat daaruit blijkt is dat we in ieder geval veel minder warmte nodig hebben. We moeten de warmtevraag verlagen om uiteindelijk de hele verduurzaming te kunnen doen. Dus wat we hier nu doen, wat we wel eens gekscherend de operatie T-muts noemen. Ja. Zorgen dat de woningen gewoon veel minder warmte nodig hebben. Dat is echt een noodzakelijke stap om uiteindelijk de hele verduurzaming te kunnen doen.